aangezien geluidsman Frank zin heeft in. Gewoon hier maar eens aanbellen. Kijk. Wel van de buitencategorie. Nou, zout en peper is aanwezig. Met deze niet weer koffie. Dat klopt. Maar misschien kriegen we iets beter koffie. Zeep. Een afdruiprek. Zo heet dat toch, hè? Afdruiprek. Zeker. Ja. Maar. Kijk je goed. Dat was al het al. Spreek eens uit de man van de koffie. Zie je het? Ik denk het wel. Dat is nu je koffie gaan halen. Goedendag. Goedendag. Wat is er allemaal aan de hand? Hoi. Oh. U woont hier? Ja. Oh. Nou, wij stonden bij u aan te bellen. Oké. Okay. Want er staat heel groot koffie. Ja, dat klopt. Nou, dat een, ja, wat ik zal het uitleggen. Even een boodschap pakken. Ja, dat is goed. Koffie. Dit is nou wel typisch zo'n onderweg moment, hè? Ja. Je belt aan, bewoner is niet thuis. En dan kunnen we gewoon aangereden. Zal ik me even netjes voorstellen? Ja, zeker. Ja, ik word pas even overrompeld. Hoi, ik ben Jeroen Bas. Kuipers. Jeroen. Jeroen. Wij zijn van onderweg, van L1. Oké. Okay. Wel eens gezien? Ja, ik ben eigenlijk een Brabander, maar ik ken wel L1. Oké. Okay. Dat is wel bij ons omroep Brabant, zeg maar. En, ja. Regionaal allemaal, hè. Het is trouwens onmiskenbaar dat jij uit Brabant komt. Ja, ja, ja. Uit welke kont rij je? Ik kom uit Valkswaard. Hier niet zo heel ver vandaan, hè. Nee. Dus hemelsbreed is dat niet zo ver. Ja, 15 kilometer van hier, van Weert. Hoe kom je uiteindelijk in Weert terecht dan? Nou, dit is kamerverhuur, hè? Dus hier wonen verschillende bewoners. Oh. Dus ik ben er één van de zes. En na mijn scheiding kon ik geen woning krijgen. Dan ben ik eigenlijk hier via Marktplaats terechtgekomen. En ik woon hier al 3 jaar. Okay. Naar volle tevredenheid. Drie jaar al? Ja, ik denk dat ik Limburgs blijf. Nou, dat horen wij graag. Ja, ja, ja. Het programma is trouwens volledig gebaseerd op toevallige ontmoetingen. Dus okay. Wij rijden rond. En als we ergens iets zien waarvan we denken van ja... Dat is interessant. Ja, weet je. Je denkt van... daar zit altijd iemand lekker gezellig buiten, die houdt van koffie. Mm-hmm. Maar jij hebt dat dus niet opgehangen? Nee, dat is een Portugese medebewoner. Die had dit in een keer eigenlijk gefabriceerd. Ja. En ik zeg, er hadden wel kans dat er daar mensen aan gaan bellen. Serieus? Voor koffie komen, hè? En we hebben niet eens geen koffieautomaat of zo, hè? Dus ja, dus is heel gastvrij bedoeld natuurlijk. Maar je drinkt geen koffie? Ik drink wel zo'n koffie. Mijn medewoner die op zolder woont, die heeft een woonapparaat en dan drink ik wel koffie. Maar als jullie koffie willen, dan ga ik dat regelen. Dan ga ik koffie regelen. Zullen we eerst even het praatje afmaken? Ja, ja, tuurlijk. Want ik ben gewoon benieuwd naar jou, want het programma draait om mensen, om menselijke verhalen. Dus je woont hier nu ruim 3 jaar? Ja, precies 3 jaar. Oktober 3 jaar. Dus, ja, dat is niet je zegt eigenlijk. Na je scheiding, heb je ook kinderen? Ja, 3 kinderen. Die wonen in? Die wonen in Valkswaard, wonen bij moeders. Wel een goed contact met moeder en met de kinderen. Oh, dat is fijn. Morgen worden ze toevallig 18, die tweeling, want ik heb een tweeling. Die worden 18 en die oudste die wordt in december 21. Dus ja, wat anders waar. Jongens, meiden, tweeling. De jongen, tweeling is... Is een jongen en een meid. Oh. En dan die oude, die 21 wordt, dat is ook een jongen. Oké. Okay. Dus. Maar wat fijn dat je een goed contact hebt met iedereen. Ja, vind ik belangrijk. Ja. Ik ben een heel sociaal figuur hoor, wat dat betreft. Hè. Ja? Ik ben hier ook in het huis een beetje in verbinder. Hè. Als er trammeland, want er wonen natuurlijk mensen van verschillende geledingen. En ook wel met rugzakjes, hè, want anders ga je niet in de kamer voor uur zitten. Dan pak je iets voor weigen. En als er wel eens ooit troubled is, dan ben ik de mediator, zeg maar. Oké. Okay. Ik ben zelf 52. Ik ken mij... Mensen van 25 goed opschieten, maar bij wijze van ook met mensen boven 70. He, dus, Hoe komt dat? Dat is mijn inslag, denk ik. Ja? Ja.
Kom je uit een sociaal nest ook, van vroeger? Ja, maar ik heb het altijd wel in me gehad eigenlijk. Ja, ik graag met mensen omgaan, met iedereen een buurtje maken. Ja, ik vind het prettig. Even buurten. Ja, even buurten, even ouwe hoeren. Dan denk ik bij mezelf, als ik jou dan zo inschat, doe je ook iets met dat sociale qua werk? Even nou, zonder bedrijfsnamen te noemen, maar... Nee, oké. Nou, het zit zo, ik heb als zzp'er gewerkt. Dat is eigenlijk fout gegaan met een niet betalende klant. Klant eigenlijk. Nou, daar ben ik eigenlijk in zwaar weer gekomen, scheiding en... daar ben ik in de schuldhulpverlening gekomen, daar zit ik nu ook in. En ondertussen, ja, ik wil dus, ik heb gouden handjes, maar ik ben te sociaal voor mijn eigen te werken, dus te naïef. En ja, ik had gewoon de stekker er eerder uit moeten trekken, of moeten zeggen van dan en dan betalen. Ja. En als werk niet meer voor jou, maar ja, op een gegeven moment, dat ging failliet. Ja, en toen is het bergafwaarts gegaan, dat is de reden waarom ik hier zit. En nu ben ik samen met de gemeente en nog twee andere partijen, de vervoersbond en dan een bedrijf ja, waarvan ik even geen reclame mag maken. Mm-hmm. Dan ben ik mijn rijbewijs D aan het halen en dan word ik touringcarchauffeur. Ze hebben mij getest, interessetest, capaciteitentest en er kwam uit ja, dat ik dus sociaal was en dat ik graag rij en dat komt hier samen. Hè. Dan gaan er dus mensen rijden die naar concerten gaan, ouderen die naar een kerstmarkt gaan, noem maar op. Ja, dat komt en het rijden en het sociale komt dan samen. Wat grappig. Want dus. jij zegt het één, ik tel één en één bij elkaar op. Ja. En uiteindelijk is dat precies waar je nu naartoe gaat. Ja, dus, ik heb even kijken, eind oktober heb ik examen module 1 en dan beginnen we met module 2, module 3. Daar heb ik mijn theorie, als het goed is. En dan ga ik dus lessen. Ik heb al in een bus gereden om te kijken waar de skills waren. Ja. En ja, ze verwachten wel dat ik binnen een bepaald aantal lessen kan halen. En dan treed ik in dienst bij een bedrijf hier in Weert. Wat goed, man. Een grote speler op de bussenmarkt, zeg maar. Ja. En ja, daar kijk ik echt naar uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want nu zit ik dan in de uitkering. En dat wil ik zelf ook niet, natuurlijk. Hè. Ik wil aan de gang. Ik ben altijd gewend om hard te werken. En ik voel me eigenlijk toch het afvoerputje van de maatschappij, eigenlijk. Hè, als je steun trekt, zo noem ik het even. Dat vind ik niet prettig. En dus ik wil weer terug. Ten eerste, als je kunt werken, moet je werken. Zo is de wet. En dat weet ik, wil niet anders. Ik ben er thuis zitten al beu. Nee, maar je knokt terug. Ja, ja, ik ben uit een diepdal gekomen en ondanks dat ik nou weinig te besteden heb, ben ik nou wel gelukkig. Want ik weet niet wel dat er, ja, moet ik zeggen, dat er perspectief is. Ja, hè? Dat er een einddatum is. Ja, ja. En dan ben ik binnen anderhalf jaar ben ik met schone lei kan ik beginnen. En dan ben ik misschien al wat ouder, maar dan is er nog genoeg te halen. Wat was nou het voor jou persoonlijk het allerdiepste punt? Het allerdiepste punt, dat was eigenlijk dat ik een vertrouwende mens ben verloren, daardoor. Ja, doordat ik zo naïef was, ik denk dat geld, dat krijg ik wel. Ja. En dan in een keer, ik denk, what the fuck, hoe kan dat nou? Hè? Ja. Dat iemand zo kan doen, mij aan het lijntje houden en dan in een keer de stekker eruit. Nou, dat vond ik echt, dat heb ik echt terug moeten winnen. Ja. Want zo wil ik niet zijn. Ik wil mensen, als ik bijvoorbeeld 1 euro zou hebben en ik zou een zwerver zien zitten, dan zou ik die laatste euro aan die zwerver geven. Ik denk, die heeft meer honger als ik. Ja? En dan vervolgens koopt die zwerver misschien een blik bier. Maar de tweede keer doe ik het nog, want ik denk, er is er altijd wel één die het wel nodig heeft. Hoe is dat vertrouwen weer teruggekomen dan? Ja, toch ook door mijn omgeving. Hè? Mensen die me wel bij de hand hebben genomen. En, ik was altijd een beetje een zorgmeider. Maar ik heb toch op een gegeven moment met de billen bloot gemoeten. En mijn verhaal hier bij de gemeente ook uitgelegd. En, ik heb gemerkt, als je transparant en open kaart speelt, dan is er echt wel wat mogelijk. Ja. Dat heb ik echt wel geleerd. Ja. En ook geleerd om alle telefoons op te nemen, mijn post open te maken, want dan gaat het fout mee. Hè? Dan denk je wat er niet is, of wat je niet ziet, dat is er niet. Ja, ja, dat is natuurlijk straks. Maar dan komt het dubbel zo hard terug. Dan komt het dubbel zo hard terug, ja. Hoe ver ben je van het moment dat je uit de schuldsanering... Nou, het is toevallig, ik heb al bijna 2 jaar bewindvoering, dus ja, dat voelt eigenlijk hetzelfde. Dan krijg je ook een bepaald leefgeld. Dat heb ik ook gedaan, hè, dat mijn schulden niet hoger worden en ook om te laten zien, want de rechter moet dat uitspreken. Dat is toevallig vorige week, ben ik bij de rechtbank Roermond geweest, er komt 17 oktober komt er uitspraak. En ik verwacht wel dat dan het bewind officieel of de schuldsanering toegekend wordt en dan zal het anderhalf jaar zijn.
Maar in die tussentijd kun je als het goed is wel al, al gaan verdienen. Ja, natuurlijk. Hè, want ook al schiet ik er zelf misschien persoonlijk niks meer op, dan hebben we wel degenen die er nog geld krijgen, die krijgen iets meer van de taart. Ja. Hè, en dat is mij belangrijk. Hè, want de schulden die er zijn, die zijn wel terecht. Ja. Behalve de Belastingdienst, dat is een schuld van 20.000 en dan wordt er boetes, wordt dat 80.000. Dan denk ik, ja, dan gaan de mensen niet meer helpen. Hè. Ik probeer me jou nu al even voor te stellen achter het stuur van die touringcar met zo'n microfoontje. Want dat is natuurlijk buurten met de mensen. Hè? Ja, ik doe dat ook visualiseren en zo zie ik het ook helemaal voor me, ja. Lekker ouwe hoeren, ja. Zo van als u links ziet, als u links kijkt, dan ziet u rechts. Ja, ja, ik ken hem al. Hey, en, Jeroen. Enorm veel succes, man. Dankjewel. En goed verhaal. Ik zou zeggen, kom over een half jaar eens terug. Ja, dat is goed. Ja? En dan kijken we het er dan voor staat. Ja? Misschien toch interessant. Goed, man. Succes. En dan weet ik zeker dat het een goed nieuwsshow wordt. Daar gaan we vanuit. Ja? We hebben een slechte tijd gehad en we gaan positief staan erin. En we gaan er iets van maken.